Yo, kijkers van GamerWax, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we op Mindtopia, mensen. Vandaag een speciale video, want we zijn natuurlijk weer in Malibu. Tijdje niet geweest, maar er zijn heel veel dingen veranderd. En zoals je ziet, welkom in Maxtopia. We zijn bij mijn eigen huis. Heb ik nog post gekregen? Nee. Wel, mijn auto is geleverd, alleen ik kan hem nog niet plaatsen. Dat moet ik even regelen. Dus in een van de komende video's kan ik dus ook een auto rijden. We hebben natuurlijk wel de helikopter al, maar een auto is ook chill. In ieder geval, dat kan dus binnenkort ook hebben, een auto. In ieder geval, in deze video komt de giveaway-uitslag. Dus ja, kom jij voor de giveaway-uitslag in deze video ergens. Worden de winnaars allemaal bekendgemaakt. Dus ja, check de video natuurlijk. Ik zal ze een beetje door de video heen bekendmaken. Dus blijf vooral kijken of jij wil weten of je hebt gewonnen. Maar vandaag gaan wij een rondje door Malibu doen. Want er zijn weer heel veel toffe nieuwe huizen bij. En ja, niks kan natuurlijk mijn eigen huis overtreffen. Die blijft het mooiste natuurlijk, vind ik. Heel veel mensen vinden hem ook lelijk, maar ik vind hem het mooist. Even kijken, staat mijn helikopter nog? Want we gaan natuurlijk met de helikopter dit keer. Want ja, het zou zonde zijn als ik die niet ga gebruiken. Want dan kan ik heel makkelijk overal langs. Nou, wat we gaan doen... We gaan die rennen distance, hoppakee, op 32 zetten. Hoppakee, kijk. En dan kunnen we een heel stuk meer van de wereld zien. Nou, dan gaan we eens even kijken. Want we moeten natuurlijk wel even een rondje vliegen. Voordat we nieuwe dingen kunnen inladen. De chunks moeten inladen. Dat is een nieuw huis, zie ik al. En we laden even gewoon een paar chunks in. Zodat we alles goed kunnen bekijken. Dit was er allemaal al. Het huis van dus David is nou van Jevidia. Alleen ik weet niet of hij die mag houden. Want hij is nou staf geworden. Oh, daar is ook een huis gebouwd, zie ik. Ik heb geen idee van wie die is. Maar ik weet wel dat het huis van David nu van Jevidia is. Maar ik weet niet, hij is nou staf geworden van de pet shop. Dus ik weet niet of hij die moet verkopen. Maar dat kunnen we zo meteen wel zien of die nog op plot staat. Nou, daar is een nieuw huisje. Daarachter is een nieuw huisje. Even kijken, dit heb ik ook nog nooit eerder gezien. Dit is dus ook nieuw. Wow, dit is best groot. Even kijken, wat is dit dan? Dit is het huis van Neutje, als het goed is. Ja. De gemeente is vernieuwd, heel veel dingen zijn vernieuwd en ze hebben hier nou een resort, mensen. Dus als jij niet in Malibu kan, je kan op vakantie hierheen en dan kan je in zo'n zo'n hutje hierachter wonen. Kijk daar, in zo'n hutje kan je wonen voor ik weet niet hoeveel dagen. Het kost je iets van 40k zo en dan kan je hier wonen. Dus ja, ik weet niet, hier kan je ergens wonen, ik weet niet, 45k dacht ik voor een paar dagen. Dan krijg je zo'n huisje en dan kan je hier in Malibu ronddurpen, al die dagen. Dat kan dus. En ze organiseren als het goed is ook events. Ze hebben hier onder in de kelder hebben ze, ik weet niet, van allerlei event dingetjes. Dat weet ik toevallig, omdat ik daar ook een keer ben geweest. Dus dit is het eventgebouw. Dat is op zich wel nieuw. Malibu Resort. Ja, eventgebouw Resort. Er is het eigenlijk, maar daar doen ze de events ook in. Ze hebben laatst ook een speurtocht gedaan. Dat was ook wel grappig. En is dat ook nou weer... Huh? Dus volgens mij stond het huis van Jamila hier. Of ben ik nou gek? Dit is dus ook nieuw. Hebben ze het huis van Jamila gewoon gesloopt. En die was van Just Chucks, als het goed is. Nou, ze hebben hier wel... Oh, kijk, daar bijvoorbeeld zo'n bootjesparcours ook van event waarschijnlijk. Oh, ik weet nou wel van wie deze is met dat ding op de muur. Nou, het is ook een vernieuwd. Dus het huis van Jamila is volgens mij gewoon weggehaald. Nou, dit is van Ninius. Het was er al. Van Tips en Taco. Dus was er al. Kijk! Dit is dus nieuw. We gaan zo meteen ook bij de huizen gewoon even stoppen. Dan beginnen we gewoon eventjes hier. Hoppakee, hop. En zometeen ga ik dus de 5 winnaars bekendmaken van de giveaway. 5 keer 50k is er dus gewonnen. Ik contact, vertel ik zo meteen wel. In ieder geval, dit is dus de gemeente. Het is wel heel erg klein, vergeleken met eerst stond hier een mega gebouw. En nu hebben ze letterlijk zo'n klein hokje neergezet. Inschrijving, entertainment team. Tickets, toestemmingen. Hele slingers hebben ze hier hangen. Groot feest hier in Malibu, zo, ik weet het niet. In ieder geval, de Benny Shop is ook vernieuwd. Ik weet niet, kunnen we daar nog eens nieuws kopen? Als er weer een scooter te kopen is, ga ik die kopen. Het bouwbedrijf is ook vernieuwd. Wie werkt hier eigenlijk? Martijnio 123, Azelol, Munch, Empuria. Oh, die werkt hier dus gewoon. Je kunt je aanvraag doen. Nou, zoveel zullen ze niet te doen hebben, denk ik. Want zoveel nieuwe mensen komen ook weer niet steeds aan Malibu. Dit is de nieuwe Benny's. De autoshop natuurlijk. Kijk hier, het is wel een stuk groter gemaakt dit. Deze hebben wij dus, maar die moet dus binnenkort laten plaatsen. Oeh, ik wil nog steeds dat deze in game komen. Ik weet niet of ze ooit in game gaan komen. Ja, maar ik hoop het echt. Ja, tanks die kan ik natuurlijk niet kopen. Dat is wel jammer. Anders gaan we even lekker rondrijden. Helikopter. Ja, kan je nou die groene ook kopen? Er staat niet alleen voor ministers bij. Nou ja, ik vind... ik weet niet. Eigenlijk is die groene wel mooier. Ja, eigenlijk is die groene... Wie werkt hier nou tegenwoordig eigenlijk? Daar ben ik best benieuwd naar. Twansk en Melanie.
Nou, die werken dus hier. Nou, dit is dus een beetje nieuw. Ik weet niet wat dit is. Oh, hebben ze hier nou letterlijk een winkel? Huh? Ze hebben hier gewoon een winkel. Die is van, oh, die is gewoon van Wen zelf, de chief zelf. Winkel, oh, wat winkels voor een Malibu. Maar er komt hier toch niemand? Of ben ik nou gek? Een winkel? Ah, ik zou hier persoonlijk niet mijn winkel plaatsen. Want zoveel mensen, zoals je ziet, komen er niet in Malibu op een normaal druktijdstip. Want anders steeds zitten nu kapot vol. Ja, ik weet niet waarvoor dat is. Ik heb mijn helikopter trouwens midden op de weg geplaatst. Nou ja, voor deze keer mag het. Wat is dit? Politie? Wie werkt hier? Ik ben altijd benieuwd wie er werkt. Deze Wout, hé. Hey, deze Wout werkt hier. Die kennen natuurlijk allemaal. Nou, dan gaan we eens even door naar dat nieuwe huis. Nou ja, naar die nieuwe huis. Hè, want die daarachter hebben we al een keer laten zien, volgens mij. Even kijken. Ik doe altijd zo, want dan kan ik beter alles zien. Even kijken, waar moet ik heen? Oké, dan gaan we hier kijken. Want het huis van Jamila is weg. En dan staat deze van Undercover Stitch. Gok ik dat het is. Want ja, zijn hoofd stond erop. Ik denk dat hij wel is. Even kijken. Ja, die is nog steeds van Just Chucks. Er staat gewoon Chucks op. Nou, even kijken. Dan parkeer ik mijn dingetje even hier. Ik mag niet binnenkomen, mensen. Dat mag niet volgens de Malibu regels. Dus dat doen we ook niet. Maar we bekijken het gewoon van buitenaf. Nou ja, kijk. Best mooi huisje. Tuintje mogen vast wel even inlopen. In ieder geval, mensen, ondertussen dat ik hier een beetje ga kijken, ga ik dus de winnaars bekendmaken van de giveaway. En de eerste twee winnaars zijn natuurlijk al een aantal dagen geleden bekend geweest in de stream. Wel alvast in de stream twee winnaars bekendgemaakt. Wow, dit is wel echt een nice huis. Die heeft allemaal kleding hangen. Ook dat was wel echt een nice huis met allemaal kleding. Hij verzamelt dus ook kleding. Nou, in ieder geval, hij heeft ook een garage. Heel mooi allemaal. Kijk, is die echt van Undercover Stitch? Ja, ik wist het gewoon. In ieder geval, de eerste twee winnaars die al bekend waren in de stream, dat waren Cas, oftewel Minecraft naam Cas van Oranje, en Moab Gamer, oftewel Moab Gamer DDG. Die hadden dus al gewonnen, dus dat zijn de eerste twee winnaars. Maar nu komen de volgende drie winnaars, en dat zijn de Luno Lion, oftewel Minecraft naam Ludeetje. Jij hebt dus gewonnen, jij krijgt dus ook 50k. En dan de volgende is, ik noem eerst een YouTube naam op en dan een Minecraft naam. Just Kevin NL, oftewel op Minecraft Kevin X035. Je hebt dus ook 50k gewonnen. En als allerlaatste winnaar van de giveaway, heb je niet gewonnen, blijf gewoon kijken. Binnenkort komen er weer nieuwe giveaways aan. Dus ja, blijf gewoon geabonneerd en blijf altijd de video's checken. Want ik zal voortaan niet meer in de titel zetten giveaway. Ja, de echte trouwe kijkers die klikken elke video aan en dan zien ze vanzelf of er een giveaway is. Dus de laatste winnaar is, en ondertussen vliegen we even een rondje om dit gebouw, want het is wel echt nice. De laatste winnaar is Mike de Wijn, oftewel Mr. MR-Mike. Jij hebt het ook gewonnen. Ik contact jullie via Twitter, dus ja. Ik contact jullie via Twitter als jullie dat hebben, en anders doe ik dat via YouTube. En dan krijgen jullie de prijs zo snel mogelijk naar jullie toe. Dus gefeliciteerd, dit zijn dus de 5 winnaars. Moab Gamer, Kas van Oranje, Ludeetje, Kevin en Mr. Mike. Jullie hebben dus gewonnen. In ieder geval, ja. Het was ongeveer 200 mensen die meededen. Dus je had niet een hele. Ja, je had een 0,5% kans dat je won. Dus ja, zo groot is dat ook weer niet. In ieder geval, deze mensen hebben dus gewonnen. Volgende keer komen er weer een nieuwe giveaway. Dus wie weet win jij dan. Dus niet getreurd als je niet hebt gewonnen. Maar even kijken, daar was nog een nieuw huis. Daar gaan we nog even kijken. Want daar ben ik nog niet geweest. In ieder geval, deze mensen hebben gewonnen. Ik contact jullie via Twitter, dus de prijs komt zo snel mogelijk naar jullie toe. En wow, dit is wel groot zeg. Van wie is dit? Oh, dat is van Arnoud. De oude chief, die heeft denk ik er even op de kosten van de gemeente hier even een dik ding laten neerzetten. Wow, wow, wow. Nou, die heeft wel een mooi huisje laten bepalen helemaal. Kijk, binnen echt ruim. Maar ja, ik hou natuurlijk niet zoveel van dat klei, zoals jullie weten. Maar ja, alsnog een mooi huisje. Ik weet niet, welk huis vinden jullie nog steeds het mooiste, mensen? Kijk, heeft hij ook een helikopter heeft hier staan. Ik ben benieuwd welk huis vinden jullie nog steeds het mooiste. Laat achter in de reacties. Ja, ik vind het natuurlijk mijn eigen huis, maar ja, dat is ook logisch. Was er nog een nieuw huis, volgens mij? Oh ja, daarachter was nog een nieuw huis. Dat denk ik, dat was bijna vergeten. En dat was dus ook de laatste. In ieder geval, er is niet zo heel veel bijgekomen, maar er zijn wel heel veel dingen weggegaan. En we gingen nog even checken of het nog steeds van Jvidia was. Plot info, ja, Jvidia YouTube. Hij is nog steeds van hem. Even kijken, hier moeten we even kijken van wie zou dit zijn. Oh, hij heeft toch gewoon een open deur. Het is niet zo heel groot huis. Oh, dit is van Halfscreen. Halfscreen, die dacht, ga even langs een mat die Jvidia wonen. Ja, Halfscreen. Ja, op zich niet heel groot, maar gewoon een prima huisje.
Ik weet dat hij ook niet miljoenen te besteden had. Dus prima huisje. Het zal 2, 3 miljoen hebben gekost of zo. Nou, mooi huisje. Hij heeft de deur open laten staan. Net als ik. Dat is wel mooi. Dat, bij mij mag iedereen altijd binnenlopen. Nou, in ieder geval, dit was dus de video, mensen. Laat achter wat jij nog steeds het mooiste huis vindt. Die van David, die van mij, die van Just Jax, van de Arnoud. Wie weet, wat vinden jullie het mooiste? Kilder en Shania. Laat het achter in de reacties en de winnaars gefeliciteerd. En dan bedankt jullie voor het kijken. Doe een like, mensen. Laat even een reactie achter natuurlijk. En vergeet zeker niet te abonneren. En volg mij op Twitter voor alle coole giveaways. Want we doen daar ook wel eens een deel of houden spel. Een oproepje dat je mee kan doen. Dus check vooral mijn Twitter als je een keertje ook snel wil winnen. Allemaal in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!